Dit is de Irenestraat in Breda. In de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 januari rond 11:15 reed hier een streekbus die kant op. En hij was leeg, want de dienst zat erop en de chauffeur bracht de bus naar de remise. En toen gebeurde dit. Vlak voor het zebrapad moet de chauffeur met piepende banden zijn bus stilzetten. Er loopt iemand vlak voor de bus. Een paar tellen later staat er iemand voor de deur, met een bivakmuts. Van pure schrik opent de chauffeur de deur en dan gaat het snel. We laten de beelden wat langzamer lopen, zodat we even goed kunnen kijken. Met een pistool komt de man de bus in, dat hij meteen op de chauffeur richt. Het is een blanke man, te zien aan zijn linkerhand zonder handschoen. Met een pistool op zich gericht geeft de chauffeur alles af. Wie weet wie de overvaller op deze beelden is? Met de tas van de chauffeur ging de dader er vandoor. En hij rende hier de straat over, de Margrietstraat in. Enkele buurtbewoners en voorbijgangers hebben de bus hard horen remmen en die schoten de chauffeur te hulp. De dader die we zoeken is een blanke man van tussen de 20 en 35 jaar. Hij is zo'n 1,75 meter lang, droeg een donkere jas met capuchon, een donkere broek en hij had aan één hand, zijn rechter, een handschoen. Hij sprak met een buitenlands accent. Al snel na de overval hebben we een speurhond ingezet en die vond inderdaad een spoor. En dat liep vanaf de Margrietstraat hier de Willem-Alexanderstraat in. En daar vonden we inderdaad deze muts. Hoogstwaarschijnlijk gedragen door de dader. En nu is het al even geleden, maar toch de vraag, wie zegt het iets? Wie heeft hier iets bijzonders gezien? Iemand zien lopen, iemand zien rennen? Of misschien zegt iemand toch deze muts nog iets? Hoe dan ook, laat het ons weten. In de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 januari van dit jaar werd op deze plek een buschauffeur overvallen. Kunt u helpen de dader te vinden? Misschien krijgt u wel een vermoeden bij het zien van deze beelden. Hij vluchtte te voet. Het zou dus kunnen dat hij uit de buurt komt. U kunt bellen met de gratis tiplijn op 0800 60 70. Maar als u liever uw naam niet zegt, maar toch iets met ons wilt delen, dan kan dat ook. Bel dan met de M-lijn op 0800 7000.